Het voormalige gemeentehuis aan de Kasteellaan in Wijchen wordt klaargemaakt om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Afsluitbare kamers zijn er al, net als toiletten en keukens. Nu worden er douches aangelegd en over een paar weken is de benedenverdieping dan klaar voor de opvang van 60 tot 70 vluchtelingen. Op een later moment kunnen er 150 mensen terecht, voor maximaal een half jaar. Het pand staat sinds 5 jaar leeg. De gemeenteambtenaren werken sindsdien in het voormalige pand van de Rabobank, ook aan de Kasteellaan. Eerder noemde de gemeente ook sporthal Arcus als mogelijke opvanglocatie. Het is nog niet bekend of die ook gebruikt gaat worden.